Jij wil starten als ZZP'er en je bent op zoek naar praktische tips. In deze video deel ik vijf tips met je die jou een vliegende start geven. Welkom bij ZVD-TV. Leuk dat je kijkt naar 7D TV. En in deze video zoals beloofd, vijf praktische tips die jou als ZZP'er op gang kunnen helpen. En laten we meteen beginnen met de allereerste tip. En dat is, doe je rekensommetje. En wat bedoel ik daarmee? Er zijn waanzinnig veel mensen die beginnen als ZZP'ers uh, vanuit een droom of vanuit een idee of vanuit een passie. Uh, maar ze vergeten om eigenlijk het basisrekensommetje te maken als zijnde het verdienmodel. Uh, en Sommige mensen zien daar een beetje tegenop, want die denken: oh, dan moet ik een businessplan maken en moeilijk, moeilijk. Nee, um, voor de meeste zzpers volstaat het met om te beginnen een rekensommetje. Wat heb jij per maand netto nodig? Dat is één. En daarna ga je met je plan om als zzper te starten. Ga je kijken: oké, okay, wat wordt mijn uurtarief? Hoeveel uur werk ik per maand? Wat levert dat dus aan? omzet op? Heel, voor de duidelijkheid dat is geen netto salaris. Dus wat levert mij dat als omzet op? Wat zijn dan de kosten die er nog af moeten? Belasting, verzekeringen, je btw-afdracht, noem maar op. En als je dat hebt gedaan, dan hou je een netto som over. En als die overeenkomt, of het liefst wat hoger ligt dan het netto inkomen. wat jij per maand nodig hebt. dan heb je in ieder geval de basis op orde. Dus begin met je rekensommetje. wat is je verdienmodel? En dan kom ik op de tweede tip. En ook die is heel praktisch. en heeft ook weer met geld te maken. Maar oh, wat wordt die vaak vergeten? Um, heel veel startende ZZP'ers zijn met van alle hand dingen bezig. Met social, met een website. met visitekaartjes voor als je die nog wil maken. en weet ik veel wat allemaal. Er is maar één ding wat het aller aller aller. Belangrijkste is. En dat is: kan jij factureren? Kun jij facturen sturen? En dan heb ik het niet over uh, de, familie, de familieleden die het zo tof vinden en iets bij je afnemen, of bekenden uit je kringetje, of friends, family en fools noemen ze het wel eens. Nee, zijn er vreemde mensen die, uh, jij, die jouw dienst of jouw product of wat jij wil bieden, die daarvoor willen betalen? Pas dan heb jij. Business. Dus het liefst, in de, het mooiste is als je eerst kijkt of je al facturen kan sturen. En zodra je, dat is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel... en je kan facturen versturen. En pas als je dat hebt, dan wordt het tijd om eens plannen te maken... en te kijken wat je allemaal nog meer moet regelen. Maar het begint met het versturen van facturen. Want je kunt nog zo hard schreeuwen dat je ZZP'er wil worden... en dat je zo goed bent en noem alles maar op. Maar als je geen facturen de deur uit stuurt, dan ben je niet in business. Dus het valt en staat met het feit of jij facturen kan sturen aan klanten. Dat is mijn tweede tip. Ja, en als je dat dan voor elkaar hebt, dan komen we bij tip drie: uh, maak dan niet te veel kosten in het begin en al helemaal niet aan een dure website. Het ligt er natuurlijk helemaal aan wat voor soort zzp'er uh, je bent, maar in de meeste gevallen is, is een aantal andere dingen dan een hele dure website veel belangrijker en die zijn gratis. En om te beginnen is dat een, een netwerk. Zorg dat je je netwerk inschakelt. Zorg dat je Jan en allemaal die jij kent via LinkedIn, maar ook via fysieke bijeenkomsten. Zorg dat je je netwerk Uitbreid, en gebruik social en dan zie ik sommigen van jullie misschien kijken of die zitten te luisteren uh, en die denken: Ja, maar social, jongen, dat is mijn ding, helemaal niet. En ik hou er helemaal niet van om op de voorgrond te treden. En ik hoef dat allemaal niet zo. En ik ben niet zo'n type, denk daar goed over na. Kijk. Als je als Zzp'er aan de slag wil, dan hoort jezelf presenteren en jezelf verkopen. Dat hoort er nou eenmaal bij. Kijk, als jij weet ik veel, je bent webdesigner en je werkt bij een bureau. Ja, dan doen de salesmensen daar, of de accountmanagers of hoe ze ook heten, die doen de sales voor jou. En jij en de klussen komen binnen en jij hoeft alleen maar te designen. Maar als je ZZP'er bent, ja, dan zul je dat echt zelf moeten regelen, die klanten. Oftewel, je moet jezelf kunnen verkopen. En je moet dus jezelf op een goede manier presenteren. Dus zorg ervoor dat je niet te veel kosten maakt in het begin. Dingen die geld kosten, dure websites om maar wat te noemen. Maar zorg dat je de gratis middelen die je vandaag de dag tot je beschikking hebt, dat je die optimaal inzet. om te zorgen dat je handel krijgt. Dan is je netwerk aanboren en actief gebruik maken van de socials. De vierde tip alweer, zeker interessant voor startende ondernemers. Het maakt niet uit wat je doet, maar in jouw vakgebied zijn er mensen met veel meer ervaring. Uh, mensen die misschien wat ouder zijn dan jij, mensen die al jaren in het vak zitten wat jij uitoefent, zoek ze op. Uh, stuur een mailtje aan mensen die je niet eens kent. Hè? En zeg gewoon: joh, ik wil gaan beginnen als ZZP'er in, die, in, die, uh, in, in dat vakgebied. Jij zit er al jaren in. Veel goed als ik met jou een keer een kopje koffie kom drinken. Heel veel mensen vinden dat superleuk om hun ervaringen te delen met mensen die net gaan beginnen. Dus zorg dat je leert van andere mensen die ervaring hebben. Ik merk het zelf ook. Ik ben naast dat ik CVD-TV run, waar ik dit soort tips uh, geef, maar ook het superleuk vind om ondernemers te interviewen. Ondernemerschap is echt, ja, vind ik gewoon super super leuk. Uh, ben ik ook dag voor. Voorzitter. Ik ben dagvoorzitter van beroep, dus ik presenteer zakelijke congressen en evenementen. En daar zie ik ook dat jonge dagvoorzitters die super talentvol zijn, maar nog niet zo ervaren en die het vakgebied in willen. Ja, en daar zitten de brutale tussen. En die, die sturen me een berichtje of een appje en die zeggen, hé hey, Ronnie, kan ik niet eens een dag met je meelopen? Of kan ik eens een kopje koffie met je drinken? En ik vind het super leuk om mijn ervaring en mijn kennis te delen. Dus pas dat ook toe op jouw uh, vakgebied. Zoek de ervaring op, zoek de mensen met de jarenlange ervaring en ga koffie of thee... Of whatever je ook lekker vindt. Maar ga het in ieder geval drinken. En uh, zorg er zo voor dat je dus niet van alle hand fouten maakt in het begin. Uh, die, je, die je eigenlijk niet hoeft te maken. Als je gewoon luistert naar iemand die al ervaring heeft. Dat was mijn vierde tip. Nog één te gaan. En mijn laatste tip is een soort aanmoedigingstip. Want ja, weet je, je kan al die dingen die ik net zei misschien wel doen. En dan toch nog kan het misschien niet echt gaan lopen in het begin. Of je had er meer van verwacht. Of ja, die klanten die je had verwacht binnen te krijgen, dat lukt toch niet helemaal. Of je vindt het netwerk. Lastig of in de socials krijg je weinig respons in het begin. Mijn allerbelangrijkste tip als vijfde tip is: geef niet te snel op. Um, Ondernemen, of je nou als ZZP' onderneemt of je hebt een groot bedrijf, dat is gewoon elke keer weer op je muil gaan en toch enthousiast blijven. Dat is de kern van ondernemerschap. En natuurlijk is het zo dat als jij na een jaar of na twee jaar nul euro omzet hebt, dat je iets achter je oren moet krabben en kijken of er misschien iets fout is aan je businessmodel. Maar tegenvallers die horen erbij. Dus geef niet te snel op. Hou vol, want ZZP'er is super. Tof om te doen. Ik hoop dat je iets aan deze tips hebt gehad. En is dat zo? Abonneer je dan op CVD-TV. Hieronder kun je dat heel makkelijk doen. Zit je te luisteren naar de podcast, dan kun je je ook daar abonneren. Het is super makkelijk en je maakt mij er heel blij mee. Maar uh, dat niet alleen. Je krijgt, ik uh, publiceer regelmatig dit soort video's met praktische tips voor ZZP'ers en voor ondernemers. Uh, ik volg van alle hand onderzoeken die gedaan worden met van alle hand feiten en cijfers over ondernemerschap in Nederland. En last but not least, ik interview zeer regelmatig ondernemers. Op dit kanaal echte verhalen van echte ondernemers waar jij van kan leren. Dus volg 7D TV vooral. En nogmaals voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi!